Goedemorgen toppers! Dan zijn we weer, een nieuwe workout. Hey, ik zou zeggen laten we meteen beginnen, dan leg ik tijdens het bewegen even uit wat we gaan doen. Dus we beginnen gewoon lekker meteen met een warm-up. Even lekker een beetje loskomen. Begin even lekker met een beetje wandelen. Op de plek, je mag door de zaal heen lopen of wat dan ook. Of door je kamer of waar je ook staat. Hey, wat we vandaag gaan doen is weer een hold training. Dat wil zeggen, je gaat de spierspanning vasthouden. Dat doen we in een squat, in een push-up, in een lunge en ga zo maar door eigenlijk. Ik vind het altijd wel een zware training. Ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Laat het anders even straks na afloop weten in de comments. We hebben hem al een keer eerder gedaan. Niet precies dezelfde training, maar wel een aantal oefeningen die hetzelfde zijn. Maar ik denk dat het een mooie afwisseling is in de gehele workout cyclus voor ons. Zoals jullie misschien wel hebben gehoord, gaan we vanaf maart weer buiten trainen met de groepen waar het mogelijk is. De avondtraining op maandag zal nog wat lastig worden. Dan hebben we gewoon geen licht of wat dan ook, of het is nog wat te koud. Trainingen gaan wel alleen door bij mooi weer. We smelten niet van een beetje regen, maar we moeten ook aan onszelf denken. Erlen en ik moeten vaak nog wel door op de dag zelf. Ja, dan is het niet ideaal om al helemaal verregend te zijn. We gaan eventjes de knieën omhoog halen. En wat de oefeningen gaan worden. De eerste oefening wordt een squat. Die kennen we. De tweede wordt een push-up. Die doen we ietsjes hoger dan normaal, omdat je hem langer moet vasthouden. Daarna komt de lunge, die doen we twee keer, want we hebben zowel ons linkerbeen voor als ons rechterbeen voor. Dan komt er een plank, dus op de onderarmen steunen en blijven staan. Pak daarvoor een matje, dat is wel zo prettig. Dan komt de Superman, dat houdt in dat we op de grond gaan liggen en dat doen. Die houden we vast en dat moet ook weer twee keer gebeuren, want we hebben links en rechts die we moeten gaan trainen. Daarna komen we naar een glute bridge, dat is voor de billen, dus eigenlijk een soort bruggetje maken, die ligt op de rug, maar die ga je vanzelf zien. Blijf ondertussen lekker die knieën omhoog halen, hè. Even lekker in beweging komen, neem je armen lekker mee. Daarna gaan we naar een side raise, daarvoor kan je of een elastiek gebruiken of twee waterflesjes. En de side raise houdt in dat je hem hier vasthoudt. Nou hoef je dan je knieën niet op te tillen natuurlijk, hè, maar jullie gaan gewoon lekker door. En we eindigen uiteindelijk met een wall sit. Dat doen we allemaal een minuutje lang. En we gaan even kijken of we twee series kunnen maken in de tijd. Mag je even hakken billen. En draai meteen je arm even los. Een stukje coördinatie. En wat je dus nodig hebt, zijn er eigenlijk twee flesjes water of een elastiek. De elastiek kan je dan vastpakken, op gaan staan en ook hier houden. Dat is ook een mogelijkheid. Of je doet het lekker met twee flesjes water of twee gewichtjes of net wat je in huis hebt. Als je nou denkt, die twee flesjes water is mij te makkelijk. Pak twee volle vuilniszakken of twee zakken tuinaarde, dat mag natuurlijk ook, hè. Daar zijn jullie vrij in. Maar denk er wel aan, je moet het een minuut kunnen volhouden. En natuurlijk, wat je altijd nodig hebt bij ons, is een goed humeur. Maar dat zit bij jullie volgens mij wel goed. Dan gaan we nog een beetje springen. Een soort touwtje springen eigenlijk, wat we doen. Mag je armen lekker meenemen. Mag er ook voor kiezen om je armen wat rust te geven. Anders worden ze ook niet warm, hè. Dus laat ze maar lekker meedoen. We doen alles een minuutje lang en dan gaan we 20 seconden hebben wisseltijd voor de oefening. Dan zal ik de volgende oefening alvast gaan uitleggen. Dan hebben jullie even tijd om bij te komen. Zijn we warm? Mooi. We beginnen dus met een squat. Ik zet de timer aan op mijn horloge. En die squat hou je dus vast. Squat houdt in, hè. Daar blijven zitten. Probeer je rug mooi recht te houden, knieën niet voorbij je tenen en je billen goed naar achter.
Dan gaan we in 5, 4, 3, 2, 1. Sta maar. Ja, nou een minuut vast zien te houden. Altijd fijn. Het is altijd een pittige training. Je spieren zijn het vaak niet gewend om lang vast te houden. En we moeten nog 40 seconden. Des te dieper je staat, des te moeilijker die wordt. Des te meer spanning wordt er gevraagd. Als je het nou moeilijk vindt, pak je hem hier, hè. Geeft genoeg spanning op de bovenbenen, krijg je ook spierpijn van. Als het kan, pak je hem zo laag mogelijk. We zijn al ruim over de helft, hoeven nog maar 20 seconden. Hou vast, hou die rug mooi recht, blijf naar voren kijken. Knieën zijn netjes boven je tenen. Niet voorbij aan je tenen, maar netjes erboven. En we moeten nog 5, 4, 3, 2, 1, rust. Gaan we naar de push-up. Ik doe hem hier. En je zorgt ervoor dat je eigenlijk daar blijft staan. Dat kunnen wij. We hebben nog 9 seconden. Rust even dus goed uit. Schud je benen dus nou eens even uit. En dan gaan we. Ja, start hem aan. Blijf staan, hè. Hou die armen gebogen, ook hiervoor geldt. Des te dieper je staat, des te zwaarder die wordt. Kan je elleboog een klein beetje buigen, dan wordt die niet zo zwaar. Maar hou hem zo diep als dat het kan. En als je hem echt niet houdt, pak je heel even je rust en dan kom je weer staan. Ik kijk ondertussen even of je snel langer moet. Nog 20 seconden. Ik zet mijn rechterbeen als eerste voor, dus voor jullie links. En dan kom je straks in die hoeken van 90 graden staan. Daar kom je staan. Mocht het nou niet gaan, pak hem dan wat hoger. Mocht het wel gaan, pak hem zo laag mogelijk. Gaan we! Zorg er ook hier weer voor dat die knieën niet voorbij de tenen komen. Dat je knieën netjes boven je voet staan. Kan voor de afleiding een beetje gaan boksen, is prima. Dan hou hem vast. Dit is een zwaar hoor. Ik voel hem met name op mijn achterste been. Je kan hem op je voorste been voelen. Half minuut. Zorg ervoor dat je niet te veel gaat leunen op je bovenbeen. Vaak hebben we die neiging. We zoeken wat extra steun. Dat is niet de bedoeling, maar het mag lekker pittig zijn. Als je een beetje aan het trillen bent, dan kan, dan mag. Geeft helemaal niks. Laatste 10 seconden. Hou vol. 5, 4, 3, 2, 1. Kom weer omhoog. Schud je benen uit. Want we gaan zo de andere kant meteen doen. Nog 10 seconden hebben. Zorg ervoor dat je genoeg gedronken hebt. Met name als we spanning moeten vasthouden, is dat zwaar. Gaan weer. En als je niet genoeg gedronken hebt, dan wil je nog wel eens wat kramp krijgen in de spieren die je moet aanspannen. En daar zitten we niet op te wachten. Wordt hij al zwaar? Bij mij brandt hij al flink. We zijn over de helft. Hou vol, blijf netjes rechtop staan, hè. Ook ik heb het zwaar. Laatste 15 seconden, hou vol.
5, 4, 3, 2, 1. Kom rustig aan omhoog. Gaan we zo naar de plank. Pak je matje erbij. Mag alvast omlaag komen, we hebben nog 10 seconden. Ook hierbij heel belangrijk dat je één lijn maakt van je schouders, heupen, knieën en tenen. Gaan we, tijd loopt al. Zorg ervoor dat je niet daar staat, ook niet hier hangt. Echt een beetje spanning. Ook vooral spanning op die buikspieren. Bijna op de helft. Nog 20 seconden. Hou vol. Laatste 10. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Mag je blijven liggen? Gaan we zo meteen de Superman doen. Houd in. Je trekt een arm omhoog en een been omhoog. En dan draai je vast. En dan doen we straks ook een andere kant. Nog 3, 2, 1. Gaan we. Het prettigste is om naar de grond te blijven kijken. Minste spanning op de nek. Zorg ervoor dat je niet je hoofd neerlegt. Dan wordt namelijk die schouder weer wat moeilijk om op te tillen. En je zorgt ervoor dat je rechterarm en je linkerbeen bijvoorbeeld zijn opgetild. Of andersom, hè. We werken dus contra. Half minuutje nog. Laatste 20 seconden. Hou vol, hè. Blijf die arm goed strekken. Je kan een beetje smokkelen door neer te leggen, dat is niet helemaal de bedoeling. 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Doen we zo nog even aan de andere kant. Ik ga een klein beetje achterschuiven, anders merk ik dat ik ga. Dat ik wil gaan smokkelen. Laatste 10 seconden voor de rust. Dan mogen we weer. 3, 2, 1. Dan gaan we. Blijf hem vasthouden. Zorg ervoor dat je niet te veel indraait. Je wel met je borst op de grond blijft liggen. En hou die spanning vast. We zijn halverwege. Blijf rustig ademhalen. Laatste 15 seconden. Nog 5, 4, 3, 2, 1, rust. Kom je rustig weer omhoog. En dan gaan we naar de glute bridge. Dus jullie mogen weer blijven liggen, sorry. Dit keer lig je op je rug. Je zet je hakken op de grond. En je komt omhoog met de billen. 3, 2, 1, daar gaan we al. Handen mag je lekker plat langs je lichaam leggen. Zorg ervoor dat je hakken in de grond duwen. Mag je tegenover echt loshalen. En je billen gaan omhoog. En je zorgt er weer voor dat je schouders, heupen en knieën in één lijn staan. En we hoeven nog maar 40 seconden. Dus dat valt hartstikke mee. Blijf jezelf af en toe corrigeren dat je je heup omhoog duwt. Vaak merken we het niet, maar zakken we een beetje weg. Zorg ervoor dat je hoog blijft zitten.
Als dit nou te makkelijk is, ga je hem ook één meedoen, hè? Maar ik denk dat deze zwaar genoeg is. Hou die heupen mooi hoog. Laatste 7 seconden. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Kom je nu, denk ik, wel omhoog? Ja, dan gaan we met de schouders aan de slag. Dus pak je flesjes water erbij. En dan brengen we ze die hoog. En dat doen we in 3, 2, 1. Start hem aan. Hou ze hier vast, je hoeft geen rondjes te draaien, juist niet. Zorg ervoor dat ze op deze hoogte blijven staan. En in het begin denk je altijd, oh is dat alles? Maar na een minuut denk je, ik ben blij dat het klaar is. Hou vol. We zijn op de helft. Het begint nu al een beetje zwaar te worden als het goed is. Als het makkelijk is, pak je de volgende keer wat grotere flessen. Dan doe je hem gewoon nog een keertje. Nog 10 seconden. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Rust. Gaan we naar de wall sit als laatste. Ik ga even achter in de zaal. Dat is voor mij het makkelijkste. Dan ben ik nog wel in beeld. Dan kan ik jullie nog steeds zien. Of jullie mij nog steeds zien eigenlijk. Hè? Gaan we. Zo laag als het kan. Liefst de 90 graden hoek van je knie. En de tijd loopt al, hè. Dus ik hoop dat jullie al staan. Niet aan het smokkelen zijn en anders moet je gewoon nog even een paar seconden door. Ook hiervoor geldt weer proberen hak of druk op de hak te blijven zetten. Je tenen moeten een beetje piano kunnen blijven spelen. Anders ben je vaak wat meer vanuit je kuiten aan het trainen en we willen juist die bovenbenen aanpakken. Half minuutje nog. Laatste van deze serie. Dan krijg je eventjes 2 minuten rust van mij en dan gaan we het nog een keertje doen. Ja, en hou vol. Laatste 15 seconden. Het kan zijn dat je een beetje aan het trillen bent. Dat geeft allemaal niet. 5, 4, 3, 2, 1. Kom weer rustig aan omhoog. Top. Dat was ronde 1. Schud je benen eventjes lekker uit. Drink eventjes een slokje water. Altijd wel prettig. En dan gaan we zo meteen verder met nog een rondje. We kunnen ervoor kiezen om het rondje achterstevoren te doen. Het is misschien wel leuk om het nu juist weer helemaal andersom te doen. We hebben ook meteen een soort piramide training. Piramide betekent eigenlijk zoveel als we gaan die kant op en daarna ga je weer terug. Dat kan met een hele hoop dingen. Dat kan met de trainingsoefeningen. Dat kan met het aantal herhalingen, het kan met intensiteit dus, hè, hoe hoog de hartslag op dat moment is. Ja, dat kan je eigenlijk in allerlei vormen doen. Niet te veel uit de flesjes water drinken, hè, want anders hebben we straks niet meer genoeg voor de oefening. Dan krijg je echt nog eventjes een minuutje rust. Schud die benen eventjes goed uit. Ik dacht toch dat mijn benen het best getraind waren, maar die zijn tot nu toe het meest aangedaan, zullen we zeggen, tijdens de training. Maar dat geeft niks. We hebben nog. Wat zullen we doen? Nog een half minuutje? Ja, dat gaan we halen. Vaak is het na zo'n training wel eventjes lekker om een stukje te wandelen. Of eventjes gewoon lekker in een beweging te komen. Juist omdat we die statische belasting daaraan hebben gegeven, is het prettig om weer te ontspannen en aan te spannen.
Hey, ik zeg, we gaan er weer voor. Dus we beginnen nu weer met een wall sit. Ik loop vast die kant op. Kom vast klaarstaan. Dan gaan we starten in 5, 4, 3, 2, 1. En sta maar. Handen van je bovenbenen, hè. Wil niemand zien die erop leunt. Je mag een beetje boksen in de tussentijd, net als tijdens de lunch. Je mag een beetje rondjes draaien, je mag er een dansje van maken. Je mag even naar de buurvrouw zwaaien, of naar de buurman. Of naar iemand anders die langs komt lopen. Totaal onbekende, ook altijd gezellig. En we moeten nog een half minuutje met deze. Ik ben wel blij als ik jullie weer buiten kan gaan zien hoor. We missen jullie ontzettend. Tegen zo'n camera aanpraten is toch altijd anders. We moeten nog 15 seconden. Dan hou die druk op de hakken. Laatste 5, 4, 3, 2, 1. Kom rustig aan omhoog. Dan gaan we volgens mij meteen door met de armen naar de schouders. Pakken we de flesjes water er eventjes op. En dan gaan we de side raise doen. Dus dat houdt in dat we die kant op gaan, hè. Gaan we. Tijd loopt al. Hou vol. Blijf hem vasthouden. Je mag ervoor kiezen om de armen omhoog te brengen. Of de handpalmen omhoog of omlaag. Maakt in principe niet heel veel uit. Schouders blijven aangespannen. Zorg ervoor dat je die buik goed aan blijft spannen. Hè? Dat je niet als een plumpudding in elkaar zakt. En we staan met een trotse houding. Borst naar voren. Buikspieren aan. Schouders iets omhoog. Maar ook weer niet. Schouders daarheen. Schouders gaan niet richting de oren. En de armen gaan omhoog. Dat had ik moeten zeggen. Nog 20 seconden. Kan, hou vol. Laatste paar seconden. 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Dan gaan we naar die glute bridge. Dus je komt weer liggen op je matje. Je zet je hakken in de grond. En dan duwen we die heupen zo weer naar boven. In 3, 2, 1. Blijven staan. Zorg ervoor dat je die heup echt naar boven blijft duwen. En dan mag je elke 10 seconden even jezelf aan herinneren. Dat je denkt, oh ja, die heupen moesten omhoog. Heup omhoog, hè, denk eraan. Zelfs zo een wegzakje omhoog hoek. Hou vol. We zijn ruim over de helft. Blijf die heupen omhoog duwen. Als het goed is voel je het een beetje in de billen branden. Misschien een beetje in je hamstrings, dat kan ook. Laatste 10 seconden. Nog 3, 2, 1, gaan we. Bijna. Nog 45 seconden. Weet je wat, ik ga jullie matsen. We doen hem halverwege door je wisselen. 3, 2, 1. Mag je wisselen. We gaan meteen door, hè. Nu eventjes geen pauze.
Hou vol. Laatste 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Gaan we zo naar de plank toe. Zet je ellebogen alvast neer. En we brengen hem straks weer omhoog. Gaat helemaal goed komen. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Gaan we. Sta maar. Nog 35 seconden, hou vol. Zorg ervoor dat je niet gaat hangen in je onderrug, hè. Blijf hem aanspannen. Twintig seconden nog. Laatste 10, kom aan, hou vol. 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Kom je rustig aan weer omhoog. Gaan we naar de lunge. Ook die doen we zo eventjes een minuut of een halve minuut aan beide kanten. Kort er een ietsje in. Hij is zwaar genoeg. Gaan we. Tijd loopt. Half minuutje aan de ene kant, half minuutje aan de andere kant. Seconden, dan gaan we wisselen. En wissel meteen door, hè. Geen rust ertussen. Gewoon meteen hup staan. 2, 1. En wissel snel. Meteen weer staan. Zorg ervoor dat je je balans houdt, hè. Laatste 20 seconden, hou vol. Zwaar voor de bovenbenen dit. Laatste 10. Kom aan. 5, 4, 3, 2, 1. Kom weer rustig naar omhoog. Hebben we nog de push-up en daarna nog de squat. En dan zijn we rond. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En staan we weer. Hou vol, hè. Jullie zijn een hoop sterker dan ik ben. Half minuutje nog. Kom aan. 5, 4, 3, 2, 1. Kom weer omhoog. De laatste oefening, de squat. Die kunnen we. Die kennen we, die kunnen we. En die doen we. Nog 3, 2, 1. En staan we weer. Mag je handen voor je houden, je mag een beetje dansen, een beetje zwemmen, een beetje polonaise lopen, maar blijf laag staan. Blijf door die heupen heen zakken, blijf door die knieën heen zakken vooral, hè. Borst recht naar voren houden.
De laatste 30 seconden zijn ingegaan. Hou vol. Laatste 20. Come on. 15 seconden nog. Laatste 10. Hou vol, toppers. Jullie kunnen dit. Nog 5. 4, 3, 2, 1. Schud alles even helemaal uit. Ik vind dit altijd een zware training, maar wel een lekkere training. Uiteindelijk ga je hier heel veel spierkracht mee opbouwen, omdat je het lang moet vasthouden. Maar over het algemeen bewegen heen en weer natuurlijk. Maar ook dit is een goede training om af en toe de spieren te blijven uitdagen. We hebben hem ietsjes korter gedaan de tweede ronde dan de eerste ronde. Maar ja, de tweede ronde is altijd ietsje zwaarder, hè, dus dat mag. En we gaan gewoon eventjes rustig aan weer een beetje los schudden. We beginnen eventjes lekker met de linkerarm. Even helemaal los. Helemaal ontspannen. Dan gaan we door naar de rechterarm. Door naar het linkerbeen. Even lekker los. Om je been helemaal te ontspannen. Af en toe is even echt uitschoppen. Hè. Dus dat mag best. Gaan we naar het rechterbeen. Maakt 5 minuutjes, 10 minuutjes, mag in de kamer, mag buiten, geniet van het weer. Het is mooi weer aan het worden, geniet daar vooral ook van. Lekker naar buiten, lekker in het zonnetje wandelen. Loop een rondje door de straat heen, een rondje door het bos. Maar ik heb er pas wel op voor druktes, hè. Nou, dat hoef ik jullie niet meer uit te leggen, denk ik. Dat was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik hoop dat jullie uitgedaagd zijn. Nou, mocht je hem leuk vinden, geef ons een like. Je mag altijd reageren met dingetjes die jullie nog missen. Hopelijk, nou, of tenminste vanaf 1 maart gaan we dus weer buiten trainen met de groepen waarbij het mogelijk is. Mocht je nog niks gehoord hebben van je trainer, stuur even een appje, stuur even een berichtje, bel hem eventjes of haar. En dan word je ook weer verder ingelicht. De avondgroepen helaas nog eventjes niet, omdat het nog te donker is. Maar verder zou ik zeggen, blijf gezond, sterk en in balans. Tot volgende week!